zonnetje straalt, maar het is wel ijzig koud buiten. Hartelijk welkom bij de tweede uitzending van That's Life. Ik hoop dat onze tweede hoofdgast Gert-Jan Oplaat de koffie klaar heeft. Gert-Jan Oplaat, daar gaan we naartoe. Hij heeft een druk leven. Op diverse fronten is hij politiek actief binnen de VVD. Voorman van Pluimveehouder Nederland. Columnist voor een aantal bladen. Grossierend in commissariaten. Ook nog her en der. Voorzitter, ja, doe maar. Ambassadeur van de Nederlandse Federatie Edelpels, Dierhouders, Dialectzanger, Conferencier. En ook nog eens doodleugens met de Wierdense Revue op pad. Gert-Jan, wat vergeten? Het Brookduo. Het Brookduo, ja, die had ik dan in de categorie Dialectzanger. Gert-Jan, wat fijn dat we hier bij jou thuis mogen zijn en lekker aan de koffie. Het is buiten ijzig koud en hier is het gewoon heerlijk. Ik denk niet dat we heel veel introductie hoeven te doen over jou, want je bent een bekend gezicht. En jouw stem is ook zeer zeker wel bekend via het Brookduo. Maar goed, voor de mensen die jou misschien nog niet zozeer kennen. Geboren en getogen in Markelo. Klopt, aan de Roosdonsweg op een pluimveebedrijf, 1964. Voor de snelle rekenaar, ik ben nu bijna 54. En geboren en getogen, lagere school doorlopen, later Lochem en Holten, middelbare school. En dan de dierveredelingcursus, pluimveevakschool gedaan nog in Almelo. En daarna heel snel aan het werk gegaan. En wat is dan dat werk? Thuis op de boerderij gewerkt. Ja. Een bedrijf werd uitgebreid. Ook in Brook een bedrijf bijgekocht en bijgebouwd. Maar dat heb ik tot 1998 gedaan. Werd ik in de Tweede Kamer gekozen. Hoe ben jij daar gekomen? Want je bent, neem ik aan, ook lokaal begonnen? Ja, in 1994 de gemeenteraad gekozen. Voor de VVD destijds. Terwijl de VVD 4 zetels van de 13. Dat was natuurlijk alleen nog Markelo voordat het de Hof van Twente werd. En ik kreeg zoveel stemmen dat ik eigenlijk in één keer gekozen werd. En 4 jaar gedaan. Ondertussen werd contact met de landelijke politici. En die zeiden, zou je niet op de lijst willen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Een bliksemcarrière. Ja, dat ging wel heel snel. Ja. En thuis even overleg natuurlijk ook met ouders, maar je gezamenlijk een bedrijf hebt. Dat is niet zo eenvoudig. Je kunt niet zomaar even iemand anders op het bedrijf zetten als je weg bent. Ja. Maar toen zei mijn vader zei van, jong, die kans krijg je maar 1 keer. Dus die kans dicht gepakt. En toen kwam ik op de lijst dusdanig na gesprekken met Frits Bolkestein, die ook op bezoek is geweest. En die zegt, Gert-Jan, ik zorg ervoor dat je gekozen werd. En dat klopte. Ja. Dat klopte. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat een totaal andere carrière is, wat je dan in één keer in een andere wereld waar je instapt. Totaal anders. Ja. Dus, vanuit het veilige Brook, het erf en de welkoop was ongeveer mijn domein. Ja, en nu in één keer in de grote boze wereld. In de grote boze wereld. En toen leefde de journalist Jan Biesemaat nog van Tubantia, daar had ik heel veel contact mee. En die zei altijd, denk erom, het is toch 1 Sodom en Gomorra, zei hij tegen mij. Maar ja, het was gelijk. Dus ja, dan verandert je leven van de een op de andere dag. En heel binnen de kortste keer heb je ook een flatje daar, een appartement. Een pied-à-terre noemen ze dat dan met een heel duur woord. Maar het is gewoon een veredeld hok. En daar zat binnen de kortste keer een deel, met z'n tweede deelden we een hok van 20 vierkante meter. Frans Wekers, de latere staatssecretaris van Financiën en ik deelden met elkaar een hok. Het was een beetje zo'n studentenhok met de Playboy kalender aan de muur. En veel stof. Echt een man cave. En lege bierblikjes. Bij wijze van spreken. Nee, ja. Maar dat was een hele bijzondere tijd. En de overgang was heel groot. Inderdaad, van het boerenbedrijf naar de stad, naar de Tweede Kamer. Dat was heel groot. Ik was ook altijd blij als ik op donderdagavond terugkwam. Een vaste prik. Dan ga ik altijd de IJsselbrug overigens, die knik in de brug. Dan denk ik altijd van yes. Op Hoezepaan. Ik zit op de Hoezepaan op de goede kaarten. Ja. En dan ging ik al traditioneel, ging ik elke donderdagavond. Als ik terugkwam, ging ik naar Eppie en Marie van der Smit van Markelo. Vaste prik. En die wachten altijd. En als laat wat, belde Marie van, Gert-Jan, hoe laat het beurde? En werd soms wel 1 uur 's nachts of zo, weet ik wat. Dan wachten ze altijd. Ja. Dan dronk ik altijd een paar biertjes met Eppie. En dan bracht Eppie me s'nachts altijd naar huis. En de andere morgen wandel ik er naartoe. Dus een paar honderd meter. Ja. Om de auto op te halen. Ja. Was heel traf. Vandaar dat ik een warme band heb met de familie Smit. Ja. Ja. Nou heb jij daarna, na die Tweede Kamer, ook een heel wat functies bekleed ondertussen. Ja. En nog steeds.
Daar gaan we straks ook nog uitgebreid over hebben. En we hebben natuurlijk jouw zangcarrière natuurlijk nog. Het Brokduo. Een film gemaakt. Dus er is nog heel veel te bepraten. Over die film, die wordt op dit moment ook nog steeds gedraaid in allemaal cultuurhuizen, filmhuizen. Ja. Eén van die filmhuizen is geweest in Goor. Filmhuis Alleman. Daar heeft Mirrewinter gedraaid. Dat was een groot succes. Veel bezoekers. En wij nemen even een kijkje in de keuken van de vernieuwde Rechhof. Ja, voor de deur parkeren en ook nog eens gratis. Nou, het begin van een topavond bij Theater de Rechhof. De Rechhof is al vele jaren een begrip. Niet alleen in de Hof van Twente, maar in de gehele regio. Bekende namen hebben hier opgetreden. Misschien iets onbekendere namen. Maar dit is een podium voor amateurkunst. Binnen wacht op mij Clement Posmus, directeur van Theater de Rechhof en tevens ook muziekschool. En ik wil graag van hem weten, wat gebeurt hierachter eigenlijk allemaal? Wat ontzettend fijn dat ik hier vanavond mag zijn. Clement Posmus. Welkom, Apollonia. Ja, en we hebben afgesproken, ik mag ook Clement zeggen. En ik mag Apollonia zeggen, dat heb je ook gezegd. Dat is een deal. Nou, welkom in de Rechhof. Ja, wat fijn. Ik hoorde dat je vanavond een gezellig avondje uitgaat. Ja, zeker weten. Welkom. Ik ben erg benieuwd. Ik heb buiten al even de mensen over gesproken dat het Theater de Rechhof. Maar het is niet alleen Theater de Rechhof. Er is hier nog veel meer te beleven. Jazeker. Vertel. Nou ja, ik zie de Rechhof meer als een gemeenschapscentrum. Gemeenschapshuis, zoals je wilt. Er zijn hier veel dingen te doen. Niet alleen een theater, maar ook een filmhuis. Er is een creatief centrum. Er is een muziekschool. Er is eigenlijk heel veel te doen, ook door de week, dagelijks. En als je hier binnenkomt, dan zal je zien dat het hier bruist. Ja, nou, want ik moet heel eerlijk zeggen, voor de zomervakantie ben ik hier geweest. Ja. En ik kom nu weer binnen. Er is nog wel wat gebeurd. Een metamorfose, dat klopt. Ja, compleet. Nou ja, we hebben hard gewerkt. We hebben wel met de bestaande elementen geprobeerd om het gezelliger te maken. Want wat ontbrak bij de Rechhof was dat de foyer eigenlijk gewoon een ongezellige ruimte was. Het is nu meer een huiskamer. Het is een huiskamer van iedereen. En ik hoop dat mensen daarvan genieten. En ook wel langer bij ons op de koffie en op het biertje blijven. Ja. Want de Rechhof heeft de steun hard nodig om goed te kunnen functioneren. Als ik even kijk naar het personeel hier. Ja. Volgens mij werk jij met een beperkt aantal betaalde krachten. Ja, er zijn maar een beperkt aantal professionals. En die hebben eigenlijk ook allemaal hele kleine contractjes. Dat is jammer. Ik moet wel zeggen, de vrijwilligers zijn een steun in onze rug. We hebben in totaal 131 vrijwilligers hier rondlopen. Maar dat is soms nog niet genoeg om het centrum draaiende te houden. Ik bedoel, achter de schermen vinden natuurlijk heel veel plaats. Mm-hmm. Dit centrum is groot. En groot in gebouw. Dus er moet veel gebeuren om dat centrum draaiende te houden. En ook achter de bar, achter de coulissen, in de kleedkamers, op toneel, enzovoort, enzovoort. Dus ja, werk zat. Dus als jullie het leuk vinden om iets te doen, kom vrijwilliger worden hier in de Rechhof. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Ja. Van groot naar klein, van wit naar zwart, helemaal prima. Iedereen. Nou is er dus vanavond een voorstelling. Na afloop hebben we ook nog een leuke afterparty, heb ik begrepen. Dus dat ga ik meemaken, hoe gezellig het hier is. Nou, dat is wel iets nieuws voor de Rechhof. Oh. We hebben hier, nadat er een voorstelling is, inderdaad een afterparty. Dat wil zeggen eigenlijk een moment om elkaar te ontmoeten en samen te zijn en een avondje uit te zijn. En dat is wat het is, een avondje uit. Uh-huh. We moeten er ook niet te ingewikkeld over doen. En ik denk dat in de toekomst voor de Rechhof steeds meer avondjes uitbiedt. Waarbij wij als Rechhof natuurlijk cultuur voorop stellen. Maar entertainment, een leuke avond uit, is ook heel erg belangrijk. Ja, want je hebt het al even over de toekomst. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Plannen voor de toekomst die zijn divers. Eén, ik zou graag met Concordia het filmhuis gestalte willen geven. Dat betekent dat we andere films hier krijgen. Betere films, recentere films. Soms blockbusters. Dus dan word je eigenlijk een nieuwe bioscoop in het Hof van Twente. Mm-hmm. Iets wat er niet is, want mensen gaan naar Enschede, Hengelo of Deventer. Ja, en heel veel verderop. Veel te ver. Wat ons betreft komt de film hier naar de Rechhof in frequenter, leuker. En bijvoorbeeld een zondagmiddagfilm, dat staat altijd op de planning. Lekker hier komen, drink een kop koffie, pak een broodje, gezellig met je kids of alleen. We gaan het zien en dat is wel de bedoeling. Concordia wordt een samenwerkingspartner. Zij zijn natuurlijk in Enschede actief. Ja. En wij worden in een vierde zaal van Concordia als het doorgaat.
met de muziekschool. Nou, de muziekschool is een fantastisch voorbeeld van, nou ja, een zeer excellente muziekschool. Ze staan in de top 10 van Nederland. Ja. Wij in Goor weten dat niet. We hebben onlangs een onderzoek laten doen. En wat blijkt, hier komen ontzettend veel talenten vandaan. Nou, ik ben een westerling in het oosten en ik hoorde, Goor is het Volendam van het oosten. Ik geloof het niet. Maar is hier zo'n goede verenigingscultuur dat die talenten zeg maar opkomen en doorstromen. Zowel klassiek als populair. Wat ik leuk vind is dat er ook een samensmelting is eigenlijk van het theater, de Rechthof en de muziekschool. Ja, zeker. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een aantal hofactiviteiten die hier zijn, of voorstellingen die hier zijn, die zijn ook gericht voor de muziekschool. En natuurlijk een recent talent wat vorige maand in onze uitzending is geweest, Anouk Schotting. Ja, Anouk. Ja, dat vloeit natuurlijk voor uit de muziekschool. Kijk, amateur kunst naar professionele kunst tillen, dat is makkelijker gebleken dan men altijd heeft gedacht. Met andere woorden, de talenten die hier worden opgeleid ook door zeer gekwalificeerde mensen. En die zeer gekwalificeerde mensen kunnen klaarblijkelijk iets overbrengen op, zeg maar, de scholier, noem ik het dan maar even, voor de muziekschool. Maar het betekent wel dat mensen omgaan met muziek op een hele andere manier. Wat meer durf uitstralen en wat goed technisch opgeleid zijn. En ik moet wel zeggen, we gaan erin door. Muziekschool is één, maar we willen graag een educatiecentrum ernaast bouwen. Dus dat betekent dat we veel meer gaan aanbieden in een veel bredere zin. En dan gaat het ook over educatie. Leuke dingen. Welke vorm van educatie heb je het dan over? Nou ja, je kunt je voorstellen dat je zelfs een taal kan leren hier. Of een hobby kunt uitbreiden. Okay. Maar in ieder geval wel ook kunnen aansluiten op bijvoorbeeld regulier onderwijs. Mm-hmm. Maar ook als je wat ouder bent, dat je hier komt om gewoon kunstgeschiedenis te doen. En in ieder geval een leuke tijd te hebben samen met lotgenoten die dat ook vinden. En die het leuk vinden. Ja, wat ik heel erg merk aan jouw betoog is met name de ontmoetingsplek. Iedereen is hier welkom, iedereen kan hier gewoon rustig komen. Dat is het. We hebben te lang in een soort sfeer gezeten waarbij het alleen maar om het theater ging. De verenigingen komen hier natuurlijk ook. Maar we zijn ook een evenementencentrum. Hè? Dat staat in onze statuten oprichtingsakte. Ja. En die evenementen die gaan ook weer flink terugkomen. Dat betekent dat wij of amateur evenementen doen met amateurkunst. Maar we gaan ook zeg maar professionele evenementen neerzetten. En dat zal steeds meer plaatsvinden. En ik hoop dat de Rechthof steeds drukker wordt. Want uiteindelijk gaat het goed. Mensen blijven hangen. Mensen komen weer graag naar de Rechthof. Ja, dat doet mij veel plezier. Daar werken we natuurlijk ook hard aan met z'n allen. Ja, nou, en dat er mensen binnenkomen bij de Rechthof, dat is nu zeker te merken. Blijkt. Want de voorstelling gaat zo meteen beginnen. Ja, gewoon als streekproductie. Ja, nou ja, dat is een mooi voorbeeld natuurlijk van mensen die vanuit amateurkunst eigenlijk naar een professioneel niveau zijn gegroeid. En ik vind dat een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten en kunnen gaan. Ik ben heel blij met deze voorstelling en ook zeer blij met de mensen die binnenkomen, die eigenlijk een avondje uitgaan. Maar ook de amateurkunst ontmoeten. Hartstikke leuk. Nou, wij gaan een hele gezellige avond tegemoet. Lekker, met een goede bak koffie of een goed biertje of een mooi mixje, hartstikke leuk. Lijkt me leuk. Ik wens jullie een fijne avond. Dankjewel. Prima. Dank. Hoi. Nou, en dan mag ik u ook nog even blij maken. Want namens Theater de Rechthof mag ik 2 kaarten weggeven voor de voorstelling van Mathilde Santing. Happy Holidays. Wat u daarvoor moet doen? Check onze Facebookpagina en maak kans op veel meer prijzen. Een kind dat moet lemmeren is meer werd als alle geleerden bij elkaar. Vanmiddag zijn Duitse afdelingen geallieerde luchtlandingstroepen in Nederland neergelaten. De Galien, die komt eraan. En je zult die ratmaf maar een lesje leren. Ik zeg toe, eind maar hoe de heuvelaar. En heb jij hem het hoofd soms zo op hol gebracht? Moordenaar! Als dit uitkomt, worden we allemaal overvoerd. Kom, kom, kom! Acht nog van die gevel! Sarah? Sarah, I love you. Veel naar Rafja Holm en iedereen komt alleen bieden naar boven gaan. Als je daar aangericht het handen in de keuken. Nee. Als een kerstje op kerstavond dan braadt, dan joh, dan is het middenweer op het platteland.
Meerwinter the Movie. Gerard Meijer, bekend gezicht ondertussen, want ik ben jou op vele filmposters al voorbij zien komen in de regio. En in den landen zelfs. Ja, dat klopt. Want het gaat snel met de film Meerwinter. Gert-Jan, jij bent eigenlijk wel de grote leider in deze. Jij bent hiermee begonnen met de film Meerwinter. Oh, ik ben geen leider. Het was een idee. Ik had ooit een boek geschreven, het verhaal geschreven, Meerwinter op het platteland. Dat gebruikte voor de kerkentour met Broekduur. Gingen we in kerken dat overal vertellen. Kregen we binnen 2 jaar tijd meer dan 5000 bezoekers. En iedereen zegt, jongen, daar moet je een film van gaan maken. Maar ja, hoe maak je een film? Ja. Dat wist ik ook niet. We hadden ook geen handboek van hoe maak ik een film. Ja, die zijn er waarschijnlijk wel. Maar en door de koppen bij elkaar gestoken. En klein begonnen, maar binnen de kortste keren 140 vrijwilligers en spelers. En mensen die ons geholpen hebben om dat tot een succes te maken. En ja, kan alleen maar als mensen je willen helpen en vrijwillig dat doen waar je dat betalen moet. Ja, onmogelijk is gewoon niet te doen. En Gerard, je Hennek in de film, je is een van de hoofdkarakters, naast een aantal anderen natuurlijk. Ja, die een geweldige rol heeft neergezet. En Gerard die speelt er wat een stugge boer, maar nou zei zijn vrouw Rini, dat doet hij thuis ook. Dus dat was voor hem heel natuurlijk. Is dat ook zo, Gerard? Nou, nee. Ik ben in mijn dagelijks leven niet stug. Maar ja, in de film wel. En je ziet ook de kentering die er op een gegeven moment komt. Dat ik dat wel losla en door de jaren heen milder word. Ja, dat is inderdaad, als de mensen die de film gezien hebben, die kunnen dat zeker ook beamen. Ja. Het is een beladen film. Ook dat, zeker vanwege het onderwerp. Tweede Wereldoorlog. En het leed dat veroorzaakt heeft. Maar natuurlijk ook... Ik heb het in Canada ook gezegd, het eerbetoon aan onze Canadese bevrijders. Dus, ja. Ja, nou, dit project is natuurlijk niet van de een op de andere dag tot stand gekomen. En vele repetities zijn eraan vooraf gegaan natuurlijk. Wil jij eens ons meenemen in dat hele proces, Gerard? Hoe ben jij hierbij gekomen? Nou ja, eerst auditie gedaan natuurlijk. En toen uitgekozen. En dan met de hele club bij elkaar de repetities doen. Nou, een aantal keren lezen en daarna natuurlijk op de set. Ja. Ja, hoe was die sfeer op de set? Geweldig goed. Ja? Eén grote familie. Ja, echt. En dat blijkt nog wel. We hebben nog regelmatig met elkaar allemaal wel contact over en weer. En ja, dat was gewoon top. Ja. Super. Ja, want natuurlijk zijn de scènes, zoals we net ook al zeiden, is wel beladen. Ja, tussendoor heb je natuurlijk een hoop lol. Oh ja. Oh. En wij willen u ook even meenemen in de lol die op de set zeker heeft plaatsgevonden. Ja. Camera loopt. Actie. Wacht. Ja, wacht. Ja, wacht. Ja, wacht. Ja, wacht. Ja, wacht. Camera loopt. Niet. Sandra, vergeet je nou niet wat? Oh ja, shit. Nou, tot straks, hè? Ja, ze is hier. Als een nichtje op vrees laat, meld me met Liam. Oh, sorry. Ja, dat bedoel ik. Riti. Wat ben ik fijn? Shit. Maar deur. Badam, badam, badam. Piep, 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 piep. Badam, badam, badam. Piep, 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 piep. Wil je echt niks over de familie Levi? Ik zag in het gezicht dat je meer weet. Kaas fondue. Ook als een haalbaar vonnis, is de lawaal van zijn plek. Oh, sorry. En hij ging weer. Hij is toevallig gestrukkeld op de benen van het dutsen. En de raam bij de ingang. Stop. Hier! Deze nacht ben jij voor mij.
Oh, wacht even. Ja, ik rook nooit, dus... Ik het trouw, Sarah. Sorry. Zo, als we hebben... Dus... Sorry. Actie. Actie. Zo, zo. En nou eerst een onderwerp. Drinken, ijs en ijskoud. Hoi. God, oh God. Nou ja, de sfeer was zeker goed. En dat was ook zeker wel te zien. En dat daar talent zit op meerdere gebieden was ook zeker wel te zien. Ja, ja, absoluut. De film is niet alleen hier, speelt niet alleen hier. In de verschillende filmhuizen wat we net al aangaven. Jullie zijn ook veel verder weggegaan. Klopt. Vertel. We zijn ermee naar Canada gegaan. Omdat een aantal karakters en plaatsen die erin voorkomen... in Canada zijn. Een van de karakters is een Frank Reem, een oude veteraan die helaas deze zomer is overleden. En vond het heel mooi in de Legion waar hij lid van was. Legion is een soort van ja, een veredelde kroeg, laat maar zeggen. Een soort van ja, waar mensen bij elkaar komen. En om die daar ook te laten draaien. Maar ondertussen hadden ze zoveel georganiseerd op 10 verschillende plekken de film hebben laten zien. Tot en met oud-Nederlandse emigranten naartoe. Ja. Tot en met een militaire basis waar allemaal jonge Canadese soldaten in opleiding zaten. Ja, het was gewoon één groot feest. Ja. Ja. Om dat daar te mogen doen. Ja. Hoe waren de reacties? Ja, gewoon goed. Geweldig zelfs. Dus mensen waren heel erg onder de indruk. Natuurlijk de oudere emigranten die in de jaren 50 daar naartoe zijn gegaan, die herkenden ook heel veel. Maar ook de jonge mensen, zoals bijvoorbeeld Camp Borden, opleidingscentrum voor militairen waar we zijn geweest. Die jongens waren geweldig onder de indruk, want dat zijn jongens die in dezelfde leeftijdscategorie zitten. En ook mogelijk uitgezonden kunnen worden. Hm. En ja, natuurlijk de oorlog, ze hebben heel veel slachtoffers gehad in Canada. Maar ze hebben zelf de oorlog daar niet meegemaakt, in de zin zoals wij met een bezetting. Nee. Dus dat heeft geweldig veel indruk gemaakt daar. Ja. Ja. En als je ons even meeneemt, wat waren zo al reacties? Wat heb je gehoord? Wat zeiden mensen over die film? Nou ja, ik heb veel tranen nog gezien. Ja. Dat zegt heel veel. Dat zegt ook heel veel. En ja, mensen waren doodstil van begin tot eind. Je kon echt een speld horen vallen, maar dat is hier ook zo. Kijk, je neemt ze mee in de spanning van een boerenfamilie door de oorlogsperiode. En uiteindelijk worden ze dan bevrijd door de Canadezen en... Ja, ze waren echt diep, diep onder de indruk. Ook mooie stukken in de kranten in Canada daarover. Dus dat was zeer geslaagd. En ja, mensen vragen allemaal, wanneer komt de DVD? Nou, die komt, maar niet eerder dan eind mei volgend jaar. Mm-hmm. Dus heel veel mensen hebben wel een DVD besteld. En het Oorlogsmuseum uit Ottawa heeft zich ook gemeld. Die heeft ook interesse om de film daar ook, laat maar zeggen, altijd te laten draaien. Dus, okay. Ja. Dus er komt wel meer uit voor. En er is nu zelfs Australische belangstelling. Zo. Natuurlijk ook. Australiërs ook een rol hebben gespeeld bij onze bevrijding. Ja. Dus we gaan kijken wat het verder, hoe het verder gaat. Maar... Ja, het einde is dus nog niet in zicht over meer. Nee, absoluut niet. Nee? Nee, nee. En ook een van de dingen wat heel veel indruk heeft gemaakt is Norman Gogol, een oud-bevrijder, die daar dan ook de film heeft gezien. Die zo emotioneel werd, dat raakte iedereen. Ja. Maar in het begin van de film zit bijvoorbeeld prinses Margriet, zit erin. Zij is in Ottawa geboren in de oorlog. Mm-hmm. En die Norman Gogol die erbij was, die veteraan die ook in Marklo is geweest en in huis is geweest bij Gerard en Rini Meijer. En die heeft prinses Margriet al eens een paar keer mogen ontmoeten. Dus dat was natuurlijk ook één feest van herkenning om dat te doen. Dus die was heel emotioneel na afloop. Dus was, kun je niet uitleggen. Het is gewoon dankbaar om te doen. Ja. Ja. Ja, een hele bijzondere ervaring om dat mee te mogen maken. Ja, klopt. Ja. Nou is de film speelt zich af hier in deze regio. Hè, waarbij ook de streektaal wordt gebruikt. Een bepaalde trots voel ik ook wel een beetje naar onze regio toe. Oh ja. Ja, dus als je zo'n film kunt maken in je eigen taal en dat zo aanslaat, ja, dat is gewoon geweldig. Je draagt toch een stukje cultuur uit. En dat is gewoon geweldig om te doen. Nou, en als we het dan hebben over trots voor onze regio, dan hebben we het ook over FC Twente. Trots op ons FC Twente. Onze voetbalclub. Ja.
Ja, ze moeten wij misschien met de voetbal weer. Maar... gemengd soms. Ja. En we hebben toen nog Heracles natuurlijk ook. Ja. Moet natuurlijk niet vergeten. Maar ja, natuurlijk heb je dat gevoel van trots voor Twente. En natuurlijk deed het pijn dat ze degraderen. Maar ze komen terug. Ja, nou, Mike Gerritsen neemt ons mee naar een diehard fan die meer dan trots is op FC Twente. We zijn vandaag in Beltrum en we gaan een bezoek brengen aan Wilfried Huytink, misschien wel beter bekend als Prutje. En waarom die nou Prutje heet, daar gaan we nu achter komen. Trek de deur maar los. Goedenavond. Hallo. Moet ik Prutje zeggen of Wilfried? Zeg maar gewoon Prutje, ik ben gewoon hier in Beltrum. Oké, okay, helemaal goed. Wilfried, ik ben hier vandaag bij jou thuis en nou, ik heb even rondgekeken en het ziet er al geweldig uit, de muurschildering, hashkook en pillen. Hoe is dat idee ooit ontstaan? Dat idee van de muurschildering, toen ik hier kwam wonen, een kale muur was dat allemaal. Ik dacht, er moet een keer iets moois op van FC Twente. En ik ken hier nog beter een schilder. En dat is zo ook Twente supporter Badje van der Helmen. En hij zegt, ik zal wel wat op papier zetten en verschillende tekeningen maken. En ik ben een fan van Brian Ruiz, zoals je achter mij wel kunt zien. Het is sowieso hartstikke goed gelukt. Ja. Het ziet er echt heel vet uit. Alleen wat er allemaal op zit, dat haskook, dat broek ik zelf niet. Ja, ik was zelfs wel apart, maar okay. Maar de rest is bij mij niet aan de orde. Ook nooit gebruikt? Nee, nooit gebruikt. Okay. Het zou nooit gebeuren, nog niet. En Prutje, wat is daar het verhaal achter? Ik kan me niet voorstellen dat je heet Wilfried Huytink. Ja, dat is mijn zendagse naam. Het idee was, ik was vroeger zendpiraat. En in het begin wou alles niet goed lukken. Met een geheime zender, met een mast, alles neerzetten. Ja, en de zender moest een naam hebben. En toen was zo aan de orde, toch wat een Prutje reed, of wat een Prutje reed. Ja, zo is de naam Prutje ontstaan. Ja, Prutje alleen, dat is ook zo wat. Toen zeg dan maak je de Peter, de bejachter. En nooit gezeik gehad met agentschap Telecom? Ja, ik heb één keer de politie bij mij aan de deur gehad. Ik keek achter de wet aan de belt, ik zag geen mensen. Toen keek ik achter de gordijnen heen, daar stond de politie koerslag goed neer. En hij zegt, Prutje, door de deur maar los. Ik zeg, ik doe verroet de deur niet los. Toen zeggen, als je los doet, dan neem je alleen de zender met en dan ben je er met af. En zo is toch gebeurd. En dat was ook gelijk het einde van nee, alles? Nee, een week later was er weer een aan. Ik heb beelden van jou gezien op YouTube, dat jij het veld opliep bij de Graafschap. Ja, dat klopt helemaal. Die is ook al inmiddels ook al duizenden keren bereken. Had je dat van tevoren gepland? Nee, dat was van tevoren helemaal niet gepland. De wedstrijd was afgelopen en toen was ik met de jongens zo dicht ook, waar we waren dan kaartjes komen via de Bert Ribbers, die heeft de catering door en dat zou op de eretribune. 14 in de rust al waren dronken. Nou, dat schop je ook zo in de kop. Ik dacht, gehekken ervoor hier niks, ik kon zo het veld oplopen. Ik richting het uitvak van Twente. Ja, toen ik de supporters in de handen gegeven, kwam gelijk aan een support achter me aan. Welkom, ik zeg, ik wil eerst even naar het uitvak. En toen ik de spelers een handen gegeven, toen heb ik met een man netjes teruggelopen en kon zo weer de tribune op. Maar een week later ben ik vak P in het home. Toen zei ze, hey, wat moet je dan hier? Heb je geen stadion verbod? Ik zeg, goeie leur, die komt er al niet zo van af. maar ik neem aan dat je ook de nodige rellen hebt meegemaakt. Ja, die heb ik ook wel meegemaakt. Maar ik heb neer Meredorn, ik wist welke jongens dat maar deden. Maar ik heb altijd gezegd, ik kan alles niet goedkeuren, maar het is wel mooi om te zien. Op een donderdag moest Twente naar Heerenveen.
Voor twee knaken gaan we Heerenveen kraken, maar dat is ook wel gebeurd. Die waren de bussen dan niet goed of de straat was er al goed en doorvlogen de stenen en gereden al in. Vak P had dan een oude houten ketel achter het hoofd staan. En er was de Feyenoord-supporters die woont home aanvallen. En er kwamen de honkbalclubbers die verloren, die kwamen achter een tap in. Wie waren bier aan het drinken? Grijp op vlot de deur geven, maar dat ben ik me niet met. Vrouwen of FC Twente, waar gaat de voorkeur naartoe? Vrouwen of FC Twente, Twente geeft voor alles. Voor vrouwen geeft het niet voor. Nou ja, je vertelde net al van je bent lid van vak P, maar ook van de vriendenkring. Je hebt dit jaar nog een huldiging? Ik heb dit jaar nog een huldiging. Ik ben volgens mij is het 27 november. Dan ben ik 40 jaar lid van de vriendenkring. Maar ik hoop wel van een lekker bokbiertje en dan geeft het met dit weer er nog wel in. Ja. Hoe zie je Twente aan het einde van het seizoen? Ja, voor mij hoeven we geen kampioen te worden, allemaal promoveerd weer naar de Eredivisie. Ik vind het een eer om hier te mogen zijn geweest, want ja, als ik alle verhalen hoor, ben je in principe nooit thuis. En dan overdag ook nog naar het werk toe. Ja, precies. Dus ook is het best bijzonder dat we hier nu kunnen zitten. Heel veel plezier komend seizoen en dankjewel. Nee, de hartelijke dank. Ik heb er graag voor over. Nu weten jullie tenminste wat Bultrum ligt. Ja, Gert-Jan, we hebben het al uitgebreid nu gehad over de film Merrewinter. We hebben het gehad over jouw politieke carrière. Wat doe je nog meer? Volgens mij ben je een druk bezet man namelijk. Ja, maar ik heb niet meer uren in de dag dan een ander hoor. Dus, nee. Hoe vul jij jouw uren dan op zo'n dag? Nou, gewoon volmaken hè. Nee, ja, maar ik doe 6-7 dagen in de week. Vind ik heerlijk naast werken. Doe ik graag wat op entertainmentgebied. Of dan is met broekduwen optreden of een boek schrijven. Mijn tweede boek Kerstklokken Zwijgen. Dat is ook een groot succes geworden. En ja, gewoon lekker bezig zijn. Stilzitten is het niet bij. Nee. Nee, ik heb ooit geleerd, doorwijnen duurt langer. Maar ik ben gewoon benieuwd. Wat doe jij op zo'n dag? Want je zit overal, je vliegt de hele wereld over. Als klopt. Media mag geloven. Dat doe ik voor mijn werk. Maar na mijn Tweede Kamerperiode ben ik 6 jaar... voorzitter geweest van de Kamer van Koophandel in Gelderland. En sinds 3,5 jaar geleden ben ik voorzitter van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie. Uh-huh. Dat zijn alle slachterijen in Nederland op kippengebied. En werk 9000 man. We doen 3 miljard euro export aan kippenvlees. Ja, en daar hou ik me mee bezig in de wereld om marktoegang te krijgen of te behouden. Veel in Aziatische landen, China, India. Dus ja, dat is eigenlijk mijn hoofdberoep. En daarnaast heb ik een aantal commissariaten, bestuurlijke functies. Zoals bij de Rabobank of bij de IJsselgroep. Dat is een educatieve dienstverlener. Of bij Bions, een thuiszorgorganisatie, en et cetera. Nee, je zit overal in. Ja, ik zit in verschillende dingen, maar dat is juist zo leuk. Kijk, ik ben opgegroeid aan de zonnige kant van de medaille. Dat durf ik met gerust te zeggen. En opa zei er altijd tegen mij, denk erom jong, dat is ook een andere kant dat je ook oog voor hebt. Vandaar dat ik ook die keuze heb gemaakt dat ik een aantal maatschappelijke functies vervul. Ik heb ook 8 jaar lang bij bureau jeugdzorg gezeten. Nou, als je ziet wat voor ellende sommige kinderen en jongeren overkomt, is het goed dat er ook naar gekeken wordt. En dat heb ik altijd goed in mijn hoofd gehouden. Ik zit aan de zonnige kant. En die zonnige kant probeer ik ook wat te delen door zo'n project als het maken van een film met 140 man. Ja. Ik kik erop en ik geniet ervan dat 140 mensen met elkaar bezig zijn en lol hebben en met elkaar iets neerzetten. Dat is mijn salaris, zeg ik altijd. Ja, en dat dan de resultaten dan ook nog naar is. Dat is helemaal mooi. Dat is helemaal geweldig. Zal ik je een geheimpje verklappen? Nou, ik ben dol op geheimpjes. Ja, maar dan mag je niet verder vertellen. Beloof je dat? Als jij het niet verder vertelt, dan beloof ik dat. Er gaat een nieuwe film komen. Serieus? Maar daar hoor je in mij meer over. Nou, dat is een echte cliffhanger dit. Wauw! Nou, daar zijn wij dus nu even getuigen van. Ik vertel natuurlijk niks verder. En je hebt de absolute primeur. Maar een nieuwe film. Dus het succes smaakte naar meer. Ja. De succes Merrewinter. Nou, dat vind ik een heel spannend moment. En ik denk dat wij hier in de komende uitzending ook vaak op terug gaan komen. Wat zijn nog meer toekomstplannen van jou? Ik ga volgend jaar een nieuw boek schrijven. Dat heet Het
Kolen Testament, met K, met zo'n apostrof, Ole Testament, Code of Oude Testament. Mm-hmm. Voor een nieuwe kerkentour volgend jaar weer gaat plaatsvinden met Broodduo. Dus er komt een nieuw boek. Ga ik sowieso doen. Er komt een nieuwe cd uit, begin december, met Anita Bolink. Ja. Wat met Henny die stopt. Ja. Dus er vindt ook een verandering plaats. 16 nieuwe nummers opgenomen. Komt 1 en 2 december bij de Havenkamp. We houden daar een presentatie van, een feest van. Het even afscheid van Henny. Ja. Dus die komt ook uit. En ik heb nog wel meer plannen. Er gaat nog veel meer gebeuren. Dus, maar wat, dat weet ik allemaal nog niet. Ja, dat kan ook allemaal nog wel. Ja. Als ik kijk naar de komende maand, de maand december. Maar je zegt al zelf, hè, de kerkentour. Ja, sterker nog, het begint op 28 november nu al. De eerste in Neder staan we dan voor de eerste keer. Ja. En dan 1, 2 december nieuwe cd. En daarna dan gaan we de kerken in met ons kerstverhaal als de kerstklokken zwijgen. Dus, en dan tot 21 december. En op verschillende locaties? Ja, in de regio. De regio een beetje, in de dialectregio, laat maar zeggen. Achterhoek, Twente en deel Zaaland. En een stukje Drenthe. Ja, mensen kunnen daar nog naartoe. Ja. Dat is te volgen via Facebook, Broodduo Kerkentour of Broodduo, je kun je alles vinden. Dus mensen kunnen daar allemaal naartoe? Absoluut, ja. Nou, is in de maand december genoeg te doen en zeker ook in onze regio. En wij nemen u even mee naar andere evenementen die ook gaan plaatsvinden in onze regio. Wat u hoort is de langgerekte roep van de midwinterhoorn. Van de eerste Adventszondag tot Drie Koningen klinkt soms overdag en soms 's avonds het melancholieke vraag- en antwoordspel van hoeve tot hoeve en ver daarbuiten. Een eeuwenoud Twents gebruik. Deze klanken zijn de gehele maand overal in onze regio te horen, zoals Losser, Oldenzaal, Hof van Twente, Oud-Marsum en nog op veel meer plaatsen. Op de tweede vrijdag in december wordt de jaarlijkse paardenmarkt met vrije markt gehouden aan de Hufte in Goor. De Goorse paardenmarkt bestaat al sinds 1362. Daarmee is het de op één na oudste paardenmarkt van Nederland. Qua omvang behoort het tot de top 3 van alle paardenmarkten in Nederland. Het trekt dan ook altijd veel bezoekers. Op het Schoolvisplein staan op vrijdag 14 december voor dag en dauw paarden, ponies en ezels klaar om verkocht te worden. Handelaren komen uit het hele land. De verkoop wordt volgens de traditie nog altijd bezegeld met een ferme klap op de hand. Naast de paardenmarkt staan ook onder andere de kramen van de wekelijkse warenmarkt op het plein. Ondanks dat het nog geen kerst is, kunnen we al wel vast in de stemming komen. Tijdens de kerstperiode is er niets mooier om kerstmarkten te bezoeken, uzelf onder te dompelen in de kerstsferen en op zoek te gaan naar de mooiste kerstgeschenken. Bij deze kerstmarkten kunt u optimaal in de kerststemming komen. De Boeren Kerstfair in Deurningen, Winterwonderland Enschede, Christmas Fair Hulsbeek, Shopping by Candlelight in Borne en Open Christmas Fair in Losser. Tot slot, maandag 25 december en dinsdag 26 december wordt in Enter weer de levende kerststal georganiseerd door de Enterse Klompdazes. Bezoekers wandelen door een sfeervol aangekleed bos aan de Jagersweg, waar de Enterse Klompdazes de kerststal uitbeelden. Daar beleef je pas echt het kerstverhaal. Alvast hele fijne dagen! Gert-Jan, het zit erop. Ja. Onze tweede uitzending van Dit's Live met jou als hoofdgast. En ik wil jou heel hartelijk danken voor je tijd. Dank je wel. En wij gaan elkaar zeker nog wel spreken en zeker ook voor de nieuwe film. Ja, zeker. En ik wil u heel hartelijk danken voor het kijken. Nogmaals, volg onze Facebookpagina en maak kans op vele mooie prijzen. De volgende uitzending is 30 december. Graag tot dan.